Waarom moet Bloodsucky Sucky spawnen? Is dat voor ons? Ah, ik heb die gescript dat die alleen maar op u komt. Ah, dat is niet waar. Dat zou wel mooi zijn. Ja, 10 op Lennon. Gaat die jongen komt. 10 op omheen. Help! Mama, I'm gonna die tonight. Daarmee ging die weg, die was al bang, jongen. Ja, dat zal hem zijn, inderdaad. Ik heb een hele rare schaduwglitch op mijn rug nu. De game heeft geen glitchen. Nee, tuurlijk niet. En geen bugs. Nee. Wat zeg je er toch allemaal? Tuurlijk. Die game is gewoon een grote bug. Nee, het is wat is een game? Een mod, zeg ik al. Ik zei al, het is een mod eigenlijk. Kalm! Ja, maar is dat een, echt van een game die mod? Ik weet niet, hè. Nou, oké, okay, allemaal twee is ook inderdaad niet echt best. Hé, hey, het gaat opeens van groen naar wit en weer terug naar groen. The fuck? Hoe de fuck ligt beneden sneeuw op een berg? Wat? Polora. Of tyfus of zo, of... Nee. Ja, ik weet niet, jij begint groen en gele dingen te zien en mijn keertje toch iets mee, denk ik. Nee, dat gaat helemaal prima. Mijn schaduw is alleen beukt, jongen. Ik weet echt niet wat hij heeft, maar... Ik heb een soort... Low quality? Nee, ik heb extra vlakken aan mij. Als ik in de schaduw kijk, dan heb ik een soort driehoekjes. Met allerlei polygonen die nog missen. Ah. En dan flikkert ook de hele tijd iets op mijn rug. Een schaduw. Heel raar. Maar ik ben 1900 meter van jouw plek af, ongeveer. Ik zit boven een fucking berg. Dat is minder hoe. Ja, maar ik vind jou toch niet. Nog. Dat is dan weer beter voor jou. Ik hoop het. Ja, 100 keer door die paaltjes, ze zijn niet solid. Eén paaltje waar ik nu doorrijd is... Helemaal fucked, hè. Kut is dat. Konijntje! Nee. Ik heb mijn hoe verstopt. Lief konijntje. Ik heb je goed verstopt nog wel. Ja. Waarschijnlijk vind ik jou hier sowieso niet. Pff, zo lang lopen, jongen. Lopen? Ja. Ik loop. Ah, jij loopt. Ja, mijn heli was gecrashed. Het stond niet in... Die bladzakje sucky was niet in de auto aankomen rijden of zo. Helaas. Ja. Oh. Oh, dan moeten die dat leren. Die moet mee naar de kot zombie school. Ja, inderdaad. Leer sucky sucky. Wacht, heb ik hier niet wat neergekeld? Hoeveel meter is dat nog? Nog 10 kilometer. Nee, 1400 meter. Zo ver lopen. Die warme kleren helpen wel trouwens. Ja? Ja, dan blijft je temperatuur echt helemaal rood. Waar je ook bent. Bovenop een berg, onderaan een berg, in het water. Maakt niet uit. Is realistisch? Dus niet dat je kleren zo nat waren dat je dan niet kouder had ofzo? Nee, inderdaad. Als het dan min 20 buiten is ofzo. Oh, dan mag je tegen het warme kleren aan. Ja, daarom heb ik warme kleren aan. Oh, dat eens proberen? Ja, ja. Nee. Zo niet. Loop je hier weg? Bungee springen. Ben ik hier? Parachute springen. Waar de fuck ben ik? In Afrika. Nee, ik ben niet in Afrika. Zag geen warme kleren? Nee. Nee. Hoe heet er geen warme kleren aan? Oh nee, je hebt er geen kleren aan. Je pikt het allemaal van je lijf. Wel een neers. Nee, ze kregen dat, weet je nog. Als je die een flesje spag heeft, hè, dan denk je niet dat jij de koning bent. Wauw, wat wil het niet zijn? Bruiswater is duivels, jongen. Die kennen dat. Ik vind trouwens helemaal niks aan spa, maar oké. Wat is het? Ik vind er helemaal niks aan spa niet. Spa water. Nee, ik ook niet. Ik drink geen water, omdat dat is voor honden.
We zeggen hier altijd water is voor de zwaan, maar honden inderdaad ook. Dan kun je even gewoon drinken, bakje pakken en op de grond gaan zitten. Een hondenbakje, eavesdrop. Zoals please, laat hier iets zijn. Maar jij in ieder geval nog niet, want anders dan zei je wel, we vinden 500 meter één. Dat is wel handig. Tenminste, dat ik een beetje in de buurt ben, of niet. Mijn character glitcht echt zo hard, jongen, met die texture op zijn rug. Dat is echt zo raar. Die bladzak heeft me echt hard genakt, waar dat. Zo ver. Inmiddels ben je helemaal aan de andere kant van de map waarschijnlijk. Ah nee, ik sta nog altijd op dezelfde plaats stil, ik ben er niks aan het doen. Oh. Ah, pas bewegen binnen 10 seconden. Haha, ik hoor het. Dan start ik mijn auto terug. Konijntje. Dat ben ik niet. Nee, dat weet ik. Ik zoek mijn marker. Ik ben mijn marker altijd heel vaak kwijt met meters. Maar daar ben ik al, what the fuck. Auto! Helemaal groen. En wat voor een ook. Wat, een Skoda? Ja. Ah, mooi, dan weet ik waar dat gaat zijn. Boven op een berg. Bij... Op een berg? Ja, op een berg. Ja, weet ik nu waar dat gaat zijn. Op een berg. Helemaal boven op een berg. 500 meter in de lucht bijna. Echt heel hoog. Ik denk de hoogste berg van Damask bijna. En die auto vindt het niet grappig. Die wil haast niet vooruit naar boven. Zelfs nu heb ik die texture glitch nog. Tast er de auto heen. Kom op auto. Verticale klim. Kunt het. Ik ga die auto zo hard cashen ook, hè. Ik zie dat die auto boven geraakt. Ik heb er geen. Goed gevoel, hè. Nee, ik dacht het niet, man. Die vliegt hier naar boven, jongen, tegen 50, jongen. De grasmaaier, die gaat tegen 300 per uur, denk ik, jongen. Als die motor is niet ontploft, dan weet ik het niet. En barracks. Player win 500 meter, 1. Yay! Dan is het toch deze berg, mooi. Nu is de vraag van welke kant komt je, of waar zijt je? Ja, dat is nogal het belangrijkste. Hè. Oeh! Dat was mijn auto en mijn kop, bijna mijn kop gebroken. Je hoofd nog wel. Ja. Dat is helemaal goed. Te veel hersenen binnen. Te veel hersenen. Veel te veel. Ik ben boven op een berg waar ik niks aan heb. Damn, jongen, die berg gewoon nog zoveel omhoog, of hè? Damn, godverdomme. Ja, die berg is hoog. Is heel hoog. Dacht ik er al was, man. Ik zie nog maar in de helft. Ja, oh, 500 meter is nog groot. Toren? Huh? Oh ja.
Hoezo dat jij in die toren gaat, jongen? Ik ken je wel. Ja, is dat zo? Ga ik gelijk in die toren? Ja, ik zie jij er al niet. Alles in de oog, nu. Nee, die toren kun je niet in. Ik heb het al geprobeerd. Nee, je kunt niet in die toren, helaas. Dat is spijtig. Ja, er zijn veel zombies, jongen, dat kent toch? Ah. Je hebt boven op een dak? Nee. Met heel veel zombies? Nee. Wel heel veel zombies, maar niet op het dak. Ik was wel op het dak. Ik zit nu vast zelfs. Ik denk dat je nog wel wint ook. Dus kijk hoeveel fucking zombies hier zijn. En hoe glitchy ze allemaal staan. En hoe niet dood ze willen. Ben je gehit? Huh? Ben je ook gehit? Ik ben doof, ja. Doof, maar niet gehit, zomaar dat je kapot bent of zo, dood. Zo spijtig. Dat waren mijn grenades. Damn, dat heeft me echt verneukt, jongen. Ja, dat was wel een goede oplossing. Als je hier beneden komt, jongen, je moet eens kijken wat ik fucking twee kanten helemaal moet killen de hele tijd. Daar ben je helemaal gek van. Dat is niet gedaan ook. Oh. What the fuck? Ja, spannende vorm, hè. Eerst word je beneden. Ja, ik was inderdaad beneden. Ik klom op ik een krat. Ik schoot beneden op u en je spande ineens voor me. Dat was raar. Ik klom op dat krat. En opeens, flip, stond ik boven. Dat was echt verneukt. Ik had jou wel kunnen killen trouwens, maar toen was ik net de grenade aan het gooien. Toen klom jij net naar beneden, via de ladder een stukje. Toen gooi ik die grenade. Ik had jou kunnen killen toen, maar ja, ik was een grenade aan het gooien. Nog één keer toch? Ja. Ik ben nog één keer dood. Ik ben nog één keer dood toch? Dan heb jij gewonnen. Of ik er nog twee keer.
Ja, of jij nog twee keer. Oh, ik één keer waarschijnlijk. Nou, moet je naar beneden lopen, daar ligt nog een Psyker. Ik zat eerst over te denken om die te pakken. Die shotgun. Oh. Hoeveel zombies daar wel niet zijn, hoor. Overdreven, jongen. Dat is niet normaal. Oh, ik kan uw loot niet oppakken of wat? Dat zou kunnen. Oh jawel, hier, ik moet die kogels hebben. Zo heel veel zijn het niet meer. Ik kan niet weer helemaal op dezelfde plek. Nee. Nee. Nee, op een plek waar gelijk AI was. Oh, leuk. Rechts, op het eiland. Nietja. Of zo heet het eiland. Ja, de game. Oh, 3 fucking lui ook nog. Godverdomme, helemaal een pretpakket. Hé, maar kutladder, jongen. Hoe kan ik niet meer terug naar beneden met die ladder? Wat kut. Ik was eerst op het dak gegaan. Toen probeerde ik jou te vinden, maar dat lukte niet. Toen zag ik dat er nog aan de andere kant was. Toen dacht ik, oh, fuck it, toen kwamen te veel zombies. Dat zou mij... Het zou duidelijk maken waar de fuck ik was, zeg maar. Maar ja, alsnog hielp dat niet wat. En ik heb nou ook al Henkje. Ik was al met die zombies op dek. Ja, nee, inderdaad, maar... En je zei, nee, dan ben ik binnen. Ik dacht, huh, dat fuck, er is geen ingang. Dus ik dacht, het is er sowieso binnen. Ken ja, klopt. Ik zat ook al binnen, maar... Ik kon... Fuck is dat allemaal, jongen? Helemaal fuck off zombies, jongen. Oh, for fuck's sake, ik wist het. Dikke explosies. Dat doet nog af, hè? Ik merkte het al. Ik hoorde al gebom en gerommel in de verte. Oh. Oh, alles is oranje. Zo mooi, oranje. Hallo. Er zijn zoveel zombies, ik mag niet neervallen nu. Ah, fuck. Ik donde neer. De zombies doen volgens mij niet wat op dat moment, dat weet ik niet zeker. Hoop ik. Ik hoop het. Nou, dan gaat onze blood bag al. Hij zei je altijd je blood naar 5500. Sta op en wandel, zei Jezus toen. Hé, er zit nog een player in. Oké, plan is veranderd, we gaan een player hunten. Oh, ik kan niet meer terug recht staan. Nee, ik kan, dat duurt even. Of bedoel je dat je been gebroken is? Ah, nu. Nu kan ik recht staan. Alle zombies rond mij staan. What the fuck, jongen? Win ik? Eentje erbij? Welk? Kunnen we ook samen iemand gaan hunten? Tango down. Oh, dat is goed. In de 51 zombies die alive zijn, zitten hier op dek, denk ik. Dat zou heel goed kunnen. Ik ben voor de fun. Ik probeer een auto te vinden. Gaan we Tango down hunten? Ja. Ja. Bevreden. Ik ben, zag je die AI? Ik ben bij dingen. Tara, oh, waar al die stomme witte wolkjes zitten. Hallo. Hallo. Hey, auto. Oh. Hallo. Aangenaam. Oké, Tango down zoeken. De AI ergens getriggerd. Weet ik niet, alleen die van ons hier. Zou je dan niet in de buurt van Sepian Mine moeten zijn eigenlijk, als daar AI spawnt? Ja, niet weten. Ik eigenlijk ook niet. Waar wil je heen? Naar de brug waar we Leonard hebben gekild. Ik wil dansje doen daar. Ons buiten de campvuur dansen niet gaan. De Tara Bridge. Die nog gemaakt in zijn lijk. De Tara Bridge. Dat is 1000 meter die kant op. Gaan we er overheen rijden met dit ding dan? Ja. Dat zal wat worden. Oh ja, die paaltjes moet ik mee uitkijken.
Mist is weg. Yay. Mist is weer terug. Auto. Steen, lama. Zag eruit als een auto. Voor mij dan toch. Huisje. Huisje, tuintje, stop. Zombie. Oeh, fuck. Achter je die zombie. Ik ben achteruit aan het rijden trouwens, dan kun je instappen. Oh ja, ik moet mezelf nog bladbaggen. Ja. Ik ben niet in een combat game. Blijkbaar is er nog ergens een zombie. Hij jankt. Wacht, was het niet met H of zo? M, N, P? Nee, dat is B is binoculars. Ik hoor een hondje. Kan dat? Ik weet niet, normaal niet, man. Ik ken altijd. Dat hoorde ik, zeg maar. Hoorde je? Ja, nee, zo'n heigerig ding. Oh. Maar hij wil nog steeds niet bladbaggen. Ah, nou wel. Eindelijk. Dat ding is echt lomp, jongen. Gauss Rival. Ik heb nog niet bladbaggen. Jij hebt nog steeds combat? Ja. Ja, dat was een toets. Dan kon je wapen holsteren, maar ik weet niet meer welke. Oh, dat bladbreken duurt toch zo lang, hè? Jee. Mijn bloed is geen eens volledig hersteld ook nog. Jij kunt dat tenminste. Hoi. Zit jij erin? Hoeveel damage doet hij? Alles, alles rood. Behalve fuel is groen. Oh, fuck. Dat telt niet. Telt niet. Was vrede, er was vrede. Telt niet. Damn jongen, ik zit hier nog. Leef nog helemaal. Maar ja, die zandloper gaat weer zo traag. Oh, serieus? Kijk, hopelijk spawn ik op dezelfde plek. Dan loop ik naar je toe en dan knal ik een kogel door je kop heen. Maar wij zijn helemaal up to date. Oh, die gun is niet slecht. Waarom? Wat? Oh. 800 meter? Nee, niet 800 meter. Nou, ik zie er wel net zoveel damage, joh. Had ik niet gedacht. Oh, for fuck's sake, game. Een grenade in water ontploft niet. Niet? Nee, blijkbaar niet. Oh. Wat zijn het voor buggy grenades? Wil ik suicide game? Mag dat niet. Ik spawn weer op Lubians B. Brand. En ik kan dus nou niet meer suicide omdat mijn grenade werken. Oh. Oh, fuck. Kun je teleport mij killen en weer weggaan? Ik moet nou altijd recht staan, hoor. Teleport maar als je neerlegt. Dat helpt ook vast wel. Gooi een grenade. Ik kan niet in mijn map gaan. Last Stand, Call of Duty. Nou, ik loop wel. Het is goed game, ik heb begrepen.
La 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 la, vuile juppie als B. Ik ga gewoon weer naar de military airport ding. Ben jij Seb Jan? Nee. Jij weet ook waar Tango Down is. Probeer een auto te vinden hier, maar vorige week al vannacht, dus ik ga niet vanuit dat er nog één ligt. Ik blijf het echt achterlijk vinden dat schuisje. Ik ben dood. Heb jij mij gekild of niet? Ja. Oké. Dat wilde je toch? Ja, ja, ja. Op je spawnpoint, je spawnt hier iets anders. Dan pak ik u ammo. Dat mag. Nee, ik had net op de... Ik had een... Fijne informatie, dankjewel. Ik ben een Jalo... Ja, ik ben een Jalofske, joh. Nou, mooi. Trekken spawn, here we come. Tractoren zijn 1000 meter van mij vandaan. Oh, for fuck's sake, jongen. Ik had net mijn warme kleren aangedaan ook. Ach ja, ik heb tenminste lekker warm. Als ik... Dinges. Kleren is echt moeilijk voor die game, jongen. Als je kleren verandert, dan spawnt hij je opnieuw. In het water en vervolgens op het land. En vandaar dat je mapmarks ook weg zijn. En ik heb nou nog steeds weer die fucking rare bug met die texture op mijn rug, zeg maar. Vuile game. Werk is beter. Ik heb het gehad met jou op die manier. Vuile buggy hoer. Hey, land. Auto. Jurno was niet zo buggy. Cherno werkte perfect. Ja, inderdaad. Cherno is werkt wel goed. Daar gaan we nog een tank rally op houden. Tank rally ook echt. Racen. Racen. En dan racen met de crossmotor. Oh, for fuck's sake, die dingen zijn zo langzaam, jongen. Ik ga echt niet racen met de crossmotor, fuck off. Geef mij maar een MVTR. Ik, hè? Ja, dat is een admin. Dat ding, ja, of niet? Wat is dat? Ben jij in mijn buurt, of? Ja. Oké. Toch niet als koe, hoop ik. Vaker. Ja. Niet als merels. Een piggy die... Je piggy aangeven! Piggy, nee! Oh. Study buddy. His name was unknown. It appears he died from an unknown cause. Oh. Want ik had ook een fucking... Dukes of Hazzard het al aangegeven, hoor. Die boom die ging nogal, joh. Ik wil ook zo'n een nog. Oh, die taxis zijn er. Zo raar, jongen. Ik wil ook die auto. Gaan we rijden. Hier kun je mooi een race mee houden. Op Chernobyl. Oh. Perfect. Als je naar rechts gaat, trouwens, aan de tractoren. Auw. Zitten dwars in een boom. Bij komt mij. Helemaal goed. Het was door de boom heen en toen weer heel langzaam terug. Wat is hier? Een konijn. Place within. 500 meter, 0. Ja? Normaal is dat altijd 1, want ik zit bij jou in. Ah ja. Ik ben geen player. Het zal wel. Wil jij altijd de beste deals hebben en vertrouwd games kopen? Zonder op allerlei websites een account aan te maken? Dan ben je bij Kingwing aan het juiste adres. Voor meer informatie klik op de link in de beschrijving.